De volgende samenvatting die we voor u hebben is die van de wedstrijd tussen de ploegen van Notch en het Nigeriaanse Santos. Notch in blauw, Santos in wit. De captains Romario Bané en Guillermo Rollings. En dan de eerste aanval. Overtreding. Vrij trap Santos. Het is Cyrano Edwards. Maar geen probleem voor doelman Hupsel. Dan Notch. Hoekschop. Gael Engeso. Die probeert het. Rakelings naast het doel. Nou, Notch heeft een aantal aanvallen geopend op het doel van Santos. Kwam ook gevaarlijk dichtbij. En hier gaat deze bal dus voorlangs het doel. Dan weer een hoekschop voor de ploeg van Notch. En let op doelman Rollings. Die komt op een vervelende manier te vallen. Rollings raakte geblesseerd, moest uitvallen. En Jarul Kite die kwam invallen voor Rollings. Nou, hij kreeg meteen al zijn eerste test. Doorstaat hij goed. Dat Santos, Apassi. Op Jamal Sedok. Voorlangs het doel. En Notch bleef maar aandringen op een doelpunt. Maar doelman Kite die stond steeds op de juiste plek. En geen doelpunten dus in deze eerste helft tussen Notch en Santos. Dan weer Notch. Wordt voorgetrokken. Chifaro Panza kopt hoog over het doel. Notch blijft komen. De druk wordt steeds groter. En doelman Kite wordt steeds op de proef gesteld. En dan weet je wat er op een gegeven moment gaat gebeuren. Nog meer aanvallen van deze ploeg van Notch. De druk wordt opgebouwd, het schot komt. En Kite van top. De ploeg uit Mungo die bleef het tempo opvoeren. En Santos kreeg het steeds moeilijker, steeds moeilijker. Hier nog dit schot. Wordt weer verwerkt door doelman Kite, die het druk had, maar zich goed van zijn taak kweet. In de 64ste minuut komt die hoekschop. En dan is Kite echt verslagen. Robinho Pinas die doet wat hij moet doen. Robinho Pinas brengt Notch op 1-0, nadat deze ploeg uit Mungo echt druk had gezet op het team uit Nikeri. Svensson Feller, geen probleem voor doelman Hupsel. Dan in de 77ste minuut is Kite voor de tweede keer verslagen. Het is Arnold Landveld die hier aan de tackle ontkomt. En 2-0 scoort voor de ploeg van Notch. Een verdiende overwinning trouwens. 2-0 na 90 minuten. Heel verdiend deze overwinning, want Notch heeft echt druk gezet op het doel van Santos. Een wedstrijd tussen een ploeg uit het oosten van het land en een ploeg uit het westen van het land. Nou, het oosten heeft dit keer gewonnen. 2-0 is de eindstand geweest in deze ontmoeting.